Goedendag, mijn naam is Aart. Ik ben de afvraag van de exponentiële logische functies. Hier exponentiële, daar de logische functies, exponentiële logische. Bewijs een ander video, hier het gebruik. Afvraag van a macht x, exponentiële functie. Dat wordt dan uw ln a maal a macht x. Dus ln a van het grondgetal maal a macht x. Ja, dus ax, ln a. Bijvoorbeeld, 3 macht x wordt dan ln 3, dat is een getal, maal 3 tot de macht x. 3 tot de macht 2x afleiden. Ja, hier gaan we de kettingregel gebruiken. Eerst de hoofdformule is dus ln 3 maal 3 tot de macht 2x. Ja, dan moet je daarna 2 tot de x nog afleiden. Doe je dan maal 2. Dan krijg je dus 2 keer, dus maal 2, op, als je opschrijft, 2 keer ln 3 maal 3 tot de macht 2x. Ja, als je nu krijgt x maal 3 tot de macht x, dat is een productregel. Dus x is eerst de x, dus 1. Dan mag 3x plus x, en dat wordt dit hier, 3 keer ln 3 maal 3 tot de macht x. Dus ook hier in de productregel kun je toepassen, krijg je 3 tot de macht x plus x ln 3 3 tot de macht x. Ja. Dat is dus a tot de x afleiden ln ax. Nu, als je e tot de macht x krijgt, de meest gebruikte, dan is ln e gelijk aan 1. Dan krijg je hier gewoon e tot de macht x. Dat is de enige functie waarvan de afleiding gelijk is aan de eigen functie. Dus e tot de macht x afleiden is gewoon e tot de macht x. Natuurlijk komt er nog wel een kettingregel bij staan, maar waarom is dit? Omdat ln e gelijk aan 1 is. Ja? Hier wordt e x kwadraat plus 2 afleiden. Dat betekent, de hoofdformule is gewoon e tot de macht x kwadraat plus 2. Maar dan moet je nog de kwadraat plus 2 afleiden, dan krijg je maal 2x. Dit wordt afleiden, wordt 2x. Dan krijg je dus 2 keer 2x e tot de macht x kwadraat plus 2. Want e tot de macht 2x afleiden wordt dan e tot de macht 2x. Ja, maal af van 2x voor 2, dus 2 keer, dus 2 maal 2 is dus 2 keer 1 tot de macht 2x. Onthoud, x is de enige formule die zichzelf als afgeleid heeft. Hier krijg je ln a, bij x wordt ln e 1, krijg je gewoon 1 tot de macht x. Nu de logaritmische functies. A log x afleiden, dat is de inverse van a tot de macht x. Ja, dan krijg je in feite ja, 1 gedeeld door ln a maal x. Dus 1 gedeeld door ln a maal x. Bij i staat ze in een teller, hier staat ze in een noemer. Die 3 log x wordt 1 gedeeld door ln 3 maal x. Ja, hier, derde logaritme van x kwadraat plus 1. Dat betekent eerst ln 1 gedeeld ln 3 doen. Dus 1 gedeeld door ln 3 maal uw getal x kwadraat plus 1. Maar kettingregel toepassen, dat betekent x kwadraat plus 1 afleiden, dat wordt maal 2x. Dan krijg je 2x gedeeld door 3 ln 3 enzovoort. Ja. 2, je valt weg, 2x door ln 3, x kwadraat 1. Hier, 3 logometer, ligt nu x tot de vijfde. Dat betekent in feite, ja, in dit geval hier, ja, heb je verschillende mogelijkheden, waar je kunt doen de 5 naar voren brengen, van de logaritme. En die 5, dat is x tot de vijfde, dan krijg je 1 ln 3, x tot de vijfde. En dan maal x tot de vijfde afleiden, dat wordt 5 x tot de vierde. En dan merk je dat er, krijg je 5 gedeeld door ln 3 gedeeld door x. Ja? Dus je kunt ook de 5 naar voren brengen. Ja, dan krijg je 5 keer 3 log x afleiden. Ja, dan wordt dat 5 gedeeld door ln 3x. Dus je hebt twee methoden om die op te lossen. Beide geven hetzelfde antwoord, 5 gedeeld door 3 aan ln x. Ja, dat is een eigenschap van de logaritme hier. Let daarvoor op. Het is op twee manieren op te lossen. Laatste voorbeeld, ln x kwadraat plus 1 afleiden. Als we ln x afleiden, betekent dat ln e 1 is, krijg je 1 gedeeld door x. Dus de afleiding van ln x is een heel belangrijke, is 1 gedeeld door x. Bijvoorbeeld hier ln x kwadraat plus 1 betekent 1 gedeeld door x kwadraat plus 1. Mijn pen is ondienbaar. En afleiding van x kwadraat wordt dan 2x. Ja, dan krijg je 2x gedeeld door x kwadraat plus 1. Dat is dus de afleiding van ax, ex, a log x en hier ln x, 1 over x. Ja, ex en ln x zijn de belangrijkste. Dank u wel, bye bye.